Goedemiddag, u bent bij Mike's Live Biljart Studio Alkmaar. Ik wil u meenemen in een plaatsingmethode. Dus we gaan plaatsen richting bal 3 met een mooie rechte afstoot. We gaan mooi achter de bal staan, richten op 2 en we proberen hem zo rustig mogelijk. Dus we maken nu niet de akitstoot, we plaatsen de akitstoot. Dus we gaan voelen met het tempo. Voelen, voelen. Plaats. Dus hij moet nu rustig bij de 3 komen. Kijk, hij komt nu rustig bij de 3. Dat je dus een plaatsing creëert. Kijk, nu kan ik hem verzamelen vanaf de gele. Maar ik kan hem ook plaatsen vanaf de gele of vanaf de rode. Dus ik probeer in ieder geval zachtjes bij 3 te komen. Dus diep aan de bal. Voelen, voelen. Dus ik verzamel hem niet, maar ik plaats hem. Voelen, voelen. Plaats. Kijk, nou plaats ik hem op 3. Je ziet dat de gele bal even goed bijkomt. Maar ik speel hem niet in die positie. Dat hij dus op de lijn terechtkomt. Of in de serie Merikant terechtkomt. Of al dat soort dingen, maar ik probeer goed te plaatsen. Kijk, hij ligt nu geplaatst op de gele. En hij ligt een stukje van rood af. Dus ik kan zeggen, nou, hij ligt vrij van geel. Dan ga ik hem plaatsen op rood. Dus zachtjes naar rood. Voelen, voelen met een klein tikje. Kijk, nou plaats ik hem op rood. Nu gaan we weer van rood naar geel met een plaatsing. Dus die kan dan dun gespeeld worden. En de kunst is om de ballen zo zacht mogelijk bij bal 3 neer te leggen. Dus we gaan nu voelen op 2. Voelen, voelen, een beetje effect. Klein tikje, kijk. En zachtjes bij de derde bal. Kijk, we gaan de punten dus niet halen, maar plaatsen. Nu gaan we weer plaatsen op rood. En geel hoeft er in principe niet bij. Voelen, voelen, plaatsen op rood. Kijk, geel hoeft er niet bij. Hij ligt geplaatst op rood, dus we gaan nu weer een plaatsing op geel gaan we verzorgen. Kijk, rood hoeft er niet bij, maar we moeten gewoon mooi naar geel toe. Dit zijn in dit geval wat piqués, dus we gaan hem pikeren naar de gele, rood hoeft er niet bij. Voelen, voelen, mooie tik. Kijk, rustig, iets te dun. Kijk, ik speel rood mee, maar hij is te dun geraakt voor de plaatsing. Nou, nu ligt het bij elkaar. Kijk, nu kun je hem dus van los spelen of van geel spelen, plaats ik hem op rood. Dus ik speel hem naar rood toe. Ik speel hem dun van geel. Plaatsen op rood. Nu plaats ik hem op rood. Kijk, geel hoeft er eigenlijk niet bij. Want dan ben ik mijn plaatsing eigenlijk kwijt op rood. Nu moet ik hem weer plaatsen naar geel. Zie je, geplaatst op geel, dicht bij geel. Kijk, ik lig ook mooi geplaatst op rood. Dan zou je hem kunnen halen van rood. Dat is allemaal mogelijk. Maar we kunnen ook nog een plaatsing op rood nemen. Kijk, zo word je sterk in het plaatsen op de derde bal. Dus rustig stoten, rechtlijnig door de bal. Kijk, weer een bal die je kunt halen van rood. Je kunt ook nog zeggen, ik plaats hem nog een keer op rood. Kijk, dat maakt het spelletje ook leuk. Geef ik veel effect en ik plaats hem naar rood. Kijk, hij ligt dicht bij de rood. Dus deze gaan we dan weer plaatsen naar geel. Plaatsen naar geel. Stoten, rustig blijven staan. Plaatsen naar geel. Kijk, nu ligt er een grote bal. En hoe plaats ik die naar rood met een marcé? Ik kan hem ook nog dun intrekken met tegeneffect. Moet u maar eens opletten. Ik geef dus rechtseffect. Ik trek hem dun naar de lange band en dan moet hij rustig naar rood gaan rollen. Dus voelen, voelen, mooi gevoelstootje. Voelen, voelen, tjak. Kijk, ziet u? Kijk, rustig naar rood toe. Kijk, hij is iets te zacht gespeeld, dus iets te licht gespeeld.
ietsjes dikker had ook gemogen. Maar je ziet hoe mooi die gele bal mee rolt. En dat ik even goed in de buurt van rood probeer te komen. En je blijft mooi staan met je afstoot. Dus het is niet de bedoeling om direct punten te maken, maar om ballen te plaatsen. Kijk, want dit is natuurlijk makkelijk te maken, maar om hem te plaatsen, kijk, ga ik het tussendoor, ik plaats hem naar de geel. Dus ik speel hem zachtjes dik op rood en ik plaats hem naar geel. Kijk, hij ligt nu mooi bij geel. En nu plaats ik hem weer op geel. Dus ik speel hem zacht op rood en dan plaats ik hem weer op geel. Kijk, zachtjes aantikken, plaatsing op geel. Nu plaats ik hem weer op rood. Kijk, zachtjes op de rood. Dus niet hard op de rood, maar zachtjes op de rood. En nu kun je hem via een eenbander kun je hem plaatsen naar geel. Dus voelen, voelen. Plaats naar geel. Dus zachtjes naar geel. Ziet het? Ik leg mooi dicht bij geel. Kijk, ik verzamel in dit geval de ballen. Maar het is niet echt nodig. Het gaat meer om de plaatsing zoeken op de gele bal. Dus nu plaats ik op geel. Zie je, ik speel dus niet bewust de serie. Ik ga gewoon plaatsen op de ballen. Nu plaats ik op rood. Zie je, mooi dicht bij rood. Nu plaats ik weer, maar ik lig ook mooi bij geel. Dus ik plaats weer op rood. Nu plaats ik weer op rood. Nu plaats ik met een klos op rood. Ziet u? Gewoon een beetje spelen. Ik plaats weer op rood. Kijk, die kan je rustig plaatsen. Nu plaats ik weer op rood van geel. Zie je die? Zachtjes plaats ik. Plaats weer op rood. Gewoon plaatsen. Helemaal niet de bedoeling dat je de ballen bij elkaar speelt. Plaats weer op rood. Puur alleen maar plaatsen. Weer op rood. Kijk, dit is allemaal gewoon te spelen naar de ballen, naar de derde bal toe. Kijk, hier mooi op rood. Dus ik kan eventueel ook van rood naar geel, maar hij ligt ook mooi op geel. Dus we gaan weer naar rood plaatsen. En het kan nog een keer geplaatst worden. Kijk, zo krijg je heel goed overzicht. Kijk, weer een plaatsing op rood. Nu plaats ik naar geel toe. Kijk, nu ga ik dus dun van rood plaatsen naar geel. Ziet u? Zachtjes naar geel. Plaatsing op geel. Kijk, nu ligt die vrij van geel. Dan doen we een klein piqueetje met een plaatsing naar rood. Dus een geel hoeft er niet bij. Klein piqueetje. Plaatsing op rood. Iets te hard, zoals u ziet. En nou plaatsen we weer van rood naar geel. Dus voelen, voelen. Stoot. Plaatsing op geel. Nu krijgen we een doorschieter. Plaatsing op rood. We halen hem niet bij, we plaatsen hem op de rood. Dus we gaan niet hard op rood spelen. Dat je die gele energie geeft, dat houden we even achterwege. Zo krijg je gewoon een heel goed gevoel richting de gele bal. Kijk, dit kun je dus plaatsen via band of rechtstreeks doorschieten. Een plaatsing op de gele. Nou, laten we eens over band gaan. Dus we gaan zachtjes over band, voelen, voelen, zachtjes naar geel. Dus plaats, kijk, zachtjes naar geel. Zie je, met een mooie plaatsing op geel. Kijk, nu krijgen we of een massé. Dat is natuurlijk wel wat moeilijk voor de biljarters die dat nog niet echt onder de knie hebben. Doorschieten wordt wat lastig omdat die korter op ligt. Kijk, een bandbal is ook niet makkelijk. Kijk, een driebander zou je wel kunnen spelen als plaatsing. Dus dun van geel, zo ver mogelijk naar de hoek, dat hij hier vandaan naar de rood gaat. Gaan we proberen. Dus we spelen onze bal met links effect. Dun van geel, mooi tempo, voelen, voelen, rechte klap. Kijk, mooie klap en rustig naar rood. Kijk, rustig naar rood, rustig naar rood. Kijk, hij heeft al wat tempo, maar hij komt nu rustig op rood aan. Kijk, nu lig ik geplaatst op rood. Kijk, als ik nog harder had gespeeld, had die rode nog meer een klap gekregen. Had je niet echt een plaatsing gehad. Kijk, nu lig je geplaatst op rood. Dan kan ik een trekstoot maken.
Ja, dus ik ben helemaal niet aan seriestoten bezig. Ik ben gewoon, ik zoek de plaatsing. Dus ik plaats hem nu weer met een trekstaat. Rood hoeft er helemaal niet bij. Ik ga diep aan de bal en mooi dikker in. Kijk, rustig plaatsen op geel. Niet te hard. En die hoeft er niet bij. Je zult zien als je dat gewoon een beetje gaat uitproberen. Dat je gewoon van bal naar bal probeert te spelen. Kijk, nu ga ik gewoon op dikte goed blijven staan. Dat is belangrijk. Dat je goed in de bal gooit met je keu. Dus wat ik met het trainingsspel uitleg. Dat je dus recht naar voren stoot. Goed door het rondje stoot. Goed over het kruisje stoot. Dus met een rechte lijn erin. Kijk, nu kan ik hem verzamelen. Maar ik kan hem ook plaatsen. Kijk, het is natuurlijk leuk om een seriestoot te maken. Maar om hem te plaatsen is ook wel weer leuk. Kijk, dan ga je bijvoorbeeld dun van geel. Kijk, en dan plaatsen we hem weer naar rood. Dus je wordt gedwongen om dus dun te spelen van geel, een tikje te geven, goed blijven staan en een plaatsing op rood te zoeken. Kijk, nou heb ik niet direct die seriestoot gemaakt. Kijk, dat kan ik in principe nog een keer doen, maar ik leg nu mooi geplaatst op rood. Dus we gaan nu weer mooi naar geel. Dus we gaan dit erop trekken. Kijk, een band zit er niet echt in met tegeneffect. Zou wel kunnen met tegeneffect naar de lange band. Moet die dun. Maar we gaan dit trekken. Dus voelen, voelen. En dan mooi naar geel. Kijk. Mooi naar geel. Kijk, rood laten we voor wat die is. En dan gaan we weer mooi naar rood. Dus krijgen we bijvoorbeeld een tweebander, zoals u ziet. Kijk. Tweebander. Dus het midden van geel en rood. Dan zie je de lijn dat die tweebander krijgt met rechtseffect. Dus de juiste dikte, de juiste tempo. Rustig blijven staan, voelen, voelen, juiste dikte, tik, rustig spelen naar rood, niet te hard, kijk, mooi op rood, dat je weer een trekstoot krijgt van rood. Dat noemen ze dan een plaatsing. Kijk, en nu kan je weer trekken van rood, maar je kan ook zeggen, ik plaats hem nog een keer op rood. Kijk, hij ligt natuurlijk al goed geplaatst, dus normaal zou je dit gewoon trekken van rood, maar de uitdaging is om gewoon een plaatsing te voelen, dus voel de plaatsing. Zachtjes naar rood, rustig blijven staan, geen bewegingen maken, mooi rechthoofd. Kijk, nou lig ik weer geplaatst. Kijk, en zoals je nu ziet, ligt de rode in de hoek. Kijk, nou kan ik wel van rood. Kijk, alleen dit is niet meer mogelijk richting de rode. Dus kijk, nou laten we nu een trekstoot maken. Kijk, hij kan natuurlijk via één band en rood naar de... naar de hoek dwingen, dan ga je echt weer een seriestoot maken. Kijk, er optrekken zou gewoon een makkelijke plaatsing zijn. En dun spelen kan ook nog. Ook om met veel effect. En dan proberen gewoon de rode goed in te zetten. Maar mooi rustig naar geel. Dat is belangrijker. Voelen, voelen, hebben. Goed inzetten. Kijk, rustig naar geel. Kijk, die gele er helemaal niet bij spelen. Had je best kunnen doen met die bal. Maar het is gewoon ook een beetje een uitdaging om het te plaatsen op geel. En naarmate je meer plaatst, zul je merken dat je eigenlijk veel makkelijker gaat biljarten. Dus kijk, deze bal heel dun met veel effect. Dan gaat hij al in de ene erop. Hij kan ook nog overband. Dus heel dun overband. Voelen, voelen. Dus dun. Goed blijven staan. Mooi tikje geven. Kijk, voel de dikte. Kijk, hij heeft hem al. Hij is nu niet geplaatst. Kijk, ik heb hem nu eigenlijk te hard gestoten. Dus ik had hem eigenlijk even iets zachter moeten spelen, want ik probeerde eigenlijk de band te halen, maar ik gaf een iets te harde klap. Kijk, nou ligt hij niet zo fijn om dun te spelen. Dus daar kan ik er een klein trekstootje van maken richting de hoek met een plaatsing op rood. Dus voelen, voelen. Kijk, plaatsing op rood. Klein trekstootje met een beetje effect. Kijk, dan zie je wel dat geel daar naartoe gaat. Maar je speelt op de plaatsing. Dus wat gaan we nu doen? We gaan nu plaatsen op de gele bal. Dus we zoeken weer het midden. Nou, dan voelen we dat hij daar op de boom moet komen. Een beetje midden van het biljart. Met een beetje links effect. En we plaatsen hem. Kijk, op dikte. Voelen, voelen, mooi naar geel. Dus mooi naar geel. Kijk, rustig blijven staan. Mooi naar geel. Kijk, we raken hem iets aan de buitenkant. Dus kijk, en hij ligt toch redelijk netjes hier, gebiljard noem ik dat dan maar.
naar de gele bal toe. En zo ben ik helemaal niet aan het seriestoten maken, maar ik probeer gewoon een sterke plaatsing iedere keer te zoeken. Dus ik hoop dat u een beetje duidelijk wordt dat dat ook een vorm is van sterk biljarten. Dat je dus niet alle ballen hoeft te verzamelen, maar dat de plaatsing na drie, dat dat ook een belangrijk dingetje is met biljarten. Dat je dus gewoon het spel gewoon een beetje, dus de hele tafel een beetje leert kennen met hoeken. Kijk, hier ligt natuurlijk weer een fantastische seriestoot. Maar de plaatsing op rood is natuurlijk ook mooi. Dus als we mooi bij rood komen, onderaan de bal, ik kan hem met links effect spelen. Voelen, voelen en directe. Voelen, voelen en rechterin. Goed blijven staan en directe. Kijk, via band. Dus dat is te dun geraakt op geel. En je ziet ook dat hij te hard was op rood. Dus ik leg deze nog een keer terug. Kijk, ik wilde hem direct op rood spelen. Dus onderaan mijn bal. Ik geef een beetje links effect, maar hij moet direct naar rood toe. Rustig blijven staan. Kijk, direct naar rood. En die speel ik nu niet bewust hard, maar gewoon zuiver op dikte. Kijk, dat is dus het verschil met die vorige. Die andere was gewoon niet te goed op dikte geraakt. Kijk, en nu ziet u dat ik weer naar geel toe kan. Kijk, ik kan gewoon weer ik hoef die rode helemaal niet mee te nemen. Ik geef iets links effect. Ik laat er gewoon rustig uit het bandje rollen naar de gele bal. Kijk, tik op de gele bal. En als je dit goed leert, dat je dus rustig naar drie leert spelen, dan ga je ook weer sterker biljarten. Dan ben je echt aan het plaatsen. Kijk, hier ligt natuurlijk een seriestoot, een trekstoot. Kijk, plaatsen van rood naar geel is lastig. Hij ligt ook geplaatst, hè? Zo kun je het ook zien. Je kunt hem piekeren, je kunt hem trekken. Nou, we gaan weer mooi naar rood. We hoeven niet speciaal de gele erbij te halen, maar we gaan mooi naar rood. Dus we gaan hem mooi soepel voelen, voelen. Een tikje geven, goed blijven staan. Kijk, mooi naar rood spelen. Kijk, en dat we rood dan een tik geven dat hij erbij komt. Maar niet erbij dat hij op de rode bal valt, maar gewoon een beetje in de lijn. Dat komt omdat je de dikte speelt. Kijk, hier ligt geen dunne bal. Dus dit is een klein marseetje geplaatst naar geel. Dus voelen, voelen, tik, plaatsing op geel. Gewoon een kort tikje. Kijk, in dit geval ligt hij ook mooi op rood geplaatst. Maar we kunnen nog een keer van geel plaatsen op rood. Dus via band, voelen, voelen, goede voorhand, voelen, voelen, kort tikje. Kijk, die gele hoeft er niet bij, gewoon een plaatsing. Kijk, als je hem harder afstoot, dan komt de gele erbij. Wat gebeurt er vaak in een wedstrijd, dan zijn ze al zo bezig om hem erbij te spelen, komt hij niet lekker op rood. Nu ligt hij gewoon mooi op rood en dan gaan we weer mooi naar geel. Dus weer dus rood hoeft er niet bij, gewoon een mooi tikje naar de gele. Kijk, rustig naar de gele. Ziet u? En dan is er niks aan de hand. En dan gaan we weer rustig naar de rode. Voelen, voelen. Kijk, rustig naar de rode. Kijk, en uiteindelijk zie je dat de posities eigenlijk vanzelf vallen. En dat zul je ook merken als je aan het plaatsen bent. Iedere keer heb je ook de neiging om wel dat seriestootje te maken. Maar het is niet echt nodig. Dus je zoekt soms ook gewoon een makkelijke plaatsing. Kijk, deze gewoon plaatsen op geel. Je kan van alles bedenken. Kijk, plaatsen op geel betekent ook een plaatsing op rood. Kijk, nu kun je rood geel er weer bij halen. Je kunt rood erbij halen, maar je kunt ook gewoon zeggen, ik plaats hem nog een keer op geel. Dus we spelen gewoon van rood. Voelen, voelen. Rood hoeft er niet bij. Kijk, ik plaats hem gewoon mooi op geel. Kijk, rood hoeft er niet bij. Leg ik gewoon in dit vak neer. Kijk, dit geeft gewoon een hele leuke kijk op het biljart. Dus op het biljartspel. En met bandstoten leuk, met libre leuk, met kader leuk. Met drie band is het ook leuk, want dan kun je dus ook gewoon rustig naar drie spelen en hard naar drie spelen. Heeft ook allemaal functies. Als je gewoon hard naar drie speelt, dan krijg je openingen op de ballen. Moet je gewoon van tevoren bedenken. En als je zacht, dan ben je ook weer meer met een plaatsing bezig. Om het gewoon dan in een driehoeksituatie of in een spelsituatie gewoon te laten zien. Nou, hier gaan we kijken. Je wil hier natuurlijk een seriestoot van maken, maar denk maar eens gewoon aan de plaatsing op rood. Dus je kunt hem in ene erop trekken of via band. Kijk, en daar heb ik natuurlijk een trainingsspel voor ontwikkeld. Dat je dus over band kan spelen en direct kan spelen. En als je natuurlijk de kegeltjes, de pionnen, als je die goed over band kan spelen of rechtstreeks erop kan spelen. Zoals je nu ook bijvoorbeeld
de rode bal in ene wil raken. Dus de juiste dikte gaan staan. Hij moet in ene raak, niet over band. Dus diep aan de bal. Gewoon een plaatsing. Dus voelen, voelen. Plaats op rood. Kijk, ik zet hem niet zo in dat, dat geel terugkomt. Gewoon een plaatsing op rood. Kijk. Kijk, dan kun je zeggen geel is te zacht. Maar het is gewoon een plaatsing op rood. Kijk, je kunt nu gewoon weer met rechtseffect. Kijk, hup. Gewoon weer rustig naar de gele bal toe. En een plaatsing op geel. En dan ligt er nog een trekstoot. Dus zo kun je ook gewoon een beetje, kijk, blijven biljarten. Dus zo raak je ook niet zo gauw in paniek als de seriestoot niet helemaal naar het zin is. Je krijgt er een heel goed gevoel van. Dus diep aan de bal. Kijk, nu plaats ik hem weer op rood. Diep aan de bal, dat betekent dat ik veel rendement heb. Ik ga over band, voelen, voelen, hup. Kijk, mooi blijven staan. Kijk, nu speel ik gewoon naar rood toe. De gele die komt wel terug, maar ik plaats hem op rood. Kijk, en dat ik hem nu achter de rood leg, dat komt omdat ik via band ging. Ik had hem ook rechtstreeks kunnen trekken. Kijk, er zit nog een, of een los bandje zit erin. Via de, dat is ook nog wel een leuk balletje. Dan ga ik hem in dat gaatje spelen. Maak je ook nog een driebandje. Kijk, dat is eigenlijk makkelijk, zonder effect. Hoog aan de bal. Kijk, wel een beetje een moeilijke voorhand, maar dan mik je hem dus op de lange band, korte band, achter rood om. Dus mooi in het gaatje. Dus tak, kijk, mooi in het gaatje. Zie je? Mooi driebandje. En hij is eigenlijk even te hard voor de plaatsing. Maar goed, die 30 centimeter is er nog. Dus ik had hem iets zachter kunnen spelen nog. Nou, nu gaan we hem gewoon trekken van geel. En we plaatsen hem gewoon weer op rood. Dus diep aan de bal. Geel hoeft er helemaal niet bij. Je gaat gewoon mooi voelen dat je hem in ene raakt. Voelen, voelen. Goed door de bal. Plaatsing rood. Kijk, dan krijgt hij helaas een klos. Maar goed, hij blijft toch nog in de buurt. Kijk, en je ligt toch wel redelijk geplaatst. Je kan er alleen heel slecht bij nu. Kijk, van geel is haalbaar met heel veel effect. Dus als we geel dus deze dikte raken, dan gaat hij door het hoekje naar rood. Dus voelen, voelen. Tik, goed blijven staan. Kijk, door het hoekje naar rood. Plaatsing op rood. Beetje lange voorhand en een beetje rekken en strekken. Maar ik laat u even zien dat je gewoon als je blijft plaatsen, dat je ook gewoon blijft biljarten. Kijk, nu kan ik hem al lang al trekken van rood. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een plaatsing zoeken van geel. Word je ook sterk van. Kijk, rustig de dikte voelen. Hoeft er niet bij de geel. Je plaatst hem op rood. Kijk, plaatsen op rood is belangrijker als die gele bal erbij spelen. Kijk, nu ligt er weer een seriestoot. Hè? Dus dan kun je die rode weer erbij halen. Maar het plaatsen naar geel is natuurlijk ook van belang. Kijk, en dan wil je hem hier op de band, via twee band wil je hem hebben. Dus de juiste dikte. Voelen, voelen. Dus de juiste dikte. Goed blijven staan. Kijk, juiste dikte. Goed blijven staan. Kijk. Ik heb niet te veel op rood gespeeld dat hij er echt bij moet, maar gewoon meer gevoeld die plaatsing op die derde bal. Kijk, en dat heb je nu weer. Ik kan hem al lang alweer halen, de gele. Dan laat ik hem eens gewoon zachtjes plaatsen, zonder dat geel terugkomt, op rood. Dus voelen, voelen, plaats. Kijk, gewoon een plaatsing. Kijk, en dan gaan we weer plaatsen naar geel. Kijk, voelen, voelen, plaats. Oeh, iets te dun. Kijk, die gaat er voorbij. Dat is jammer. Hier, als je die even dikker speelt, krijg je weer een plaatsing op de gele. Hij ligt nu ook wel geplaatst, maar ik heb natuurlijk niet het punt gemaakt. Kijk, en daar word je dus sterker van. Dus nu gaan we over band plaatsen met rechts effect. Rustig voelen. Na de rood met zijn effect. Kijk, rustig blijven staan. Plaatsing op rood. Zie je? Zachtjes plaatsen. Goed de lijn gemaakt. Nou, dat kun je natuurlijk afwisselen met punten maken en punten verzamelen. En allemaal dat soort dingen. Dus als ik deze weer plaats op geel. Dus ik speel rood er niet bij. Ik plaats hem gewoon op geel. Kijk, plaats in geel. Speel rood er niet bij. Kijk, dan kun je op een gegeven moment kun je zeggen, ik ga naar rood toe en ik speel geel erbij. Dus voelen, voelen.
Kijk, dan ga je geel inzetten. Zie je? En dan plaats je hem weer op de rode bal en tevens op de gele bal. Kijk, en dan ga je rood weer inzetten via één band. Voelen, voelen. Kijk, nou ben je een beetje, dan heb je een beetje de macht over de ballen. Kijk, dan blijf je even goed geplaatst, maar je voelt het tempo van de tweede bal, die voel je. Kijk, ik leg ze nu wel achter elkaar, maar dat kan met een massé kan dat goed opgelost worden. Dus de juiste dikte, een mooi tikje, rustig blijven staan. Krult hij er zo omheen. Kijk, en zo kun je natuurlijk, zo heb je ze in de macht, dan kun je gewoon plaatsen en verzamelen. Kijk, deze er tussendoor of rood dubleren laten, opvangen laten, is allemaal mogelijk. Voelen, voelen. Kijk, mooie dikke rood, rustig opvangen. Zie je, dan plaats je hem weer op geel. Geel weer opvangen. Kijk, nou laat ik dat plaatsen, laat ik los, omdat ik ze gewoon in mijn macht heb. Kijk, en dan krijg je eigenlijk een verzameling en een plaatsing krijg je dan. Dus je hebt, op een gegeven moment heb je de ballen in je macht. En dan ga je gewoon plaatsen op de ballen. Zie je? Kijk, nou heb ik hem weer op rood neergelegd. Dus ga ik rood een klap geven naar de korte band. Mijn bal, amorti op geel. Voelen, voelen. Dik rood. Voelen, voelen. Tok. Hier, dik rood. Kijk, weer een massé. Eventueel nog een doorschieter. Kijk, dat is ook nog mogelijk. Dus met rechts effect. Voelen, voelen. Juiste dikte. Rustig doorschieten. Zie je? Deze kun je weer op de klos spelen. Je kunt ook zeggen van, ik laat die rode dubleren. Dus dan speel ik hem in ene erop. Dan speel ik rood op en neer. Je kunt ook gewoon voor een plaatsing kiezen. En rood, gewoon rustig. Kijk, met een klap. Zie je, je voelt gewoon die klap dat ze bij elkaar komen. Kijk, nu krijgen we een massé weer. Of een losse band. Nou, massé is gewoon mooi. Dus over de gele heen. Dus voelen, voelen. Mooie korte tik. Zie je, rustig erin. Kijk, en zo ben je dus een beetje aan het verzamelen en ook de plaatsing nog wel aan het zoeken. Kijk, en je kunt dus met plaatsen kun je gewoon zeggen, nou kijk, we leggen de rood daar en we plaatsen hem op geel. Kijk, en dat is voor het libre ook wel interessant, dat je zo een beetje het biljart overgaat. Dus we gaan nu via band, korte band, ik geef een beetje tegeneffect, een beetje rechts effect, dun trekken, kijk. Ik trek hem naar de korte band, tok op rood, plaats hem op rood, geel komt er een beetje bij. Nou, die kan weer van geel, die kan van rood, kan alle kanten. Kijk, het is wel leuk om dit, kijk, die gele hoeft er niet speciaal bij, maar de plaatsing op rood, kijk, de plaatsing op rood die is veel belangrijker dan dat die bal ertussen valt. Kijk, die mag daar gewoon een beetje blijven hangen. Zie je, dus ik heb meer nu op de plaatsing gespeeld als op het erbij spelen gespeeld. Dus dat is ook een beetje een gedachtegang in de biljartsport. Als je aan een wedstrijd spelen bent en je wil verzamelen, dan ben je vaak de tweede bal zo aan het bijspelen dat het eigenlijk fout gaat. En je kunt beter dan voor de plaatsing kiezen. Hangt gewoon een beetje van de posities af. En hoe goed je je voelt in de positie. Hoeveel procent trefkans je hebt en hoeveel procent de daadwerkelijke oplossing gaat lukken. Dus het terughalen van rood is leuk, maar de plaatsing op geel is ook belangrijk. Hier, plaatsing op geel is ook belangrijk. Uiteindelijk is het terughalen van rood, dat gaat eigenlijk vanzelf. Zie je, het valt nu al gewoon in een positie dat je zegt van kijk, ik kan zo doorspelen in de serie American. Nou, ik hoop dat hij hier wat aan gehad heeft aan deze video. Ik heb een beetje van alles een beetje verteld zo over het plaatsen. En je ziet het, als je dan op een gegeven moment gaat verzamelen, dan krijg je steeds meer balcontact. Dus veel plezier bij het kijken van deze video. En leuk dat u het YouTube-kanaal volgt. En ik hoop nog veel nieuwe dingen te laten zien. En zeker met het trainingsspel
Want daar vloeit het uiteindelijk allemaal uit voort. Dat je gewoon echt een perfecte afstoot krijgt. Dus mooi recht door de bal. Mooi door het rondje. Mooi over het kruisje. Mooi recht naar het kegeltje toe. Goed bal 2 erop spelen enzovoort. 1 banders naar de kegel. 2 banders naar de kegel. 3 banders naar de kegels. Enzovoort. Je kunt het echt voor alle doeleinden kun je het gewoon in gaan vullen. En hoe beter je de kegels gaat raken, hoe sterker je wordt met biljarten. Dat ga je echt merken. En dan het maken, het plaatsen en verzamelen. Dat vloeit er alleen maar uit voort dat je een mooie rechte afstoot met gevoel krijgt. Dat je echt die afstoot gewoon recht naar voren wapent. Dat je daar gewoon heel sterk mee wordt. En iedereen kan dat gewoon leren. Het is een kwestie van doen. Gewoon goed richten en goed, nou ja, uiteindelijk ook de video's blijven volgen. Ik probeer zelf ook in de wedstrijden, of gewoon als ik een biljarter ben, zo recht mogelijk die keu erin te tikken. En gewoon op een soepele manier naar voren, voelen, tik, tak of tok. En dat zit gewoon een beetje in het hoofd. En dat geeft ook de power naar voren om goed bal 2 aan te spelen. Dus veel plezier bij het kijken van deze video.